Een eigen huis. Voor veel mensen de belangrijkste aankoop uit het leven. Gefeliciteerd met uw huis. Dankjewel. Dank u wel. Met dank aan de Belastingdienst kunnen huizenbezitters veel meer geld lenen bij de banken. Ik vind het huidige systeem pervers, ja. Maar juist die aftrekregeling staat ter discussie. Iedereen zal moeten erkennen dat we hier een financieel probleem van formaat hebben. Het systeem moet veranderen, het moet ons minder geld kosten en lusten en lasten moeten eerlijker gespreid worden. Sommige politici vinden het H-woord onbespreekbaar. De hypotheekrenteaftrek is gewoon voor ons een heilig huis. Het probleem gaat niet over door er niet over te praten. In Zembla, het naderende einde van de hypotheekrenteaftrek in de heilige hypotheekrente. Ik heb met hem ook die centrale fietsenberging, die staat toch ook nog tot je beschikking. En spannend, bent u vaak geweest hier? Ik ben hier 2 keer geweest nu, ja. Ja, dat is een mooie woning, vind ik. De badkamer ziet er goed uit en zo. Dus, En lang gezocht naar huis? Ik heb al een aantal woningen bezichtigd, ja. Het afgelopen jaar zijn in Nederland 200.000 huizen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt €217.000. Bijna al die huizen zijn gekocht met geleend geld. De badkamer, dat was ook een... zo'n keurig tafereel. Dat gaf een beetje de doorslag toen, hè? Ja. De blik in de badkamer bij u. Ja, sowieso dat het mooi is. Ja, exact. Ja. Weet u hoeveel u gaat betalen per maand? Ik ga zo rond de 500 per maand zo ongeveer betalen. Voor de huur betaalde ik 380 per maand. Dus u bent wel iets meer geld kwijt nu? Dat wel, maar ja, uiteindelijk komt het weer terug naar me toe. Dus, ja. Hoe bedoelt u? Nou ja, het is een soort van spaarpotje. Iets meer dan de helft van alle Nederlanders, namelijk 54%, heeft een eigen huis. Die huizenbezitters hebben voor bijna €400 miljard aan hypotheken uitstaan bij de banken. Dankzij de Nederlandse wetgeving krijgen huiseigenaren een deel van de betaalde rente terug van de Belastingdienst. Vorig jaar kostte dat de staat bijna €7 miljard. Maar ook al moet er nog zoveel bezuinigd worden, tot voor kort was er geen politicus in Den Haag die het aandurfde de hypotheekrenteaftrek ter discussie te stellen. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, de hypotheekrenteaftrek blijft zoals die is. Die discussie moet niet ontstaan, want wat mij betreft is het uitgesloten dat we aan de volgende kabinetsperiode aan gaan knabbelen. Dus leg mij niet aan de mond dat ik aan de hypotheekrenteaftrek wil tornen. Nou ja, bij ons in het CDA bestaat geen enkele vorm van discussie. De hypotheekrenteaftrek blijft volledig gehandhaafd. En wij gaan dan ook niet regeren als het onomstotelijk vaststaat dat de aftrekbaarheid van de hypotheekrente blijft. Want de VVD is zo vast als een huis. Hoe gevoelig ligt die hypotheekrenteaftrek? Uitermate gevoelig, ja. Als ik me realiseer dat, ik heb nog eens even dus de historie teruggedraaid. En als ik me realiseer dat een van de punten in mijn proefschrift in 1980 betrekking had op de hypotheekrenteaftrek. En dat ook toen al meteen allerlei mensen zeggen, blijf met je tengels van de hypotheekrenteaftrek af. Nou, dat is in 25 jaar gisteren nog niks veranderd. Altijd een gevaarlijk onderwerp geweest. Zolang je in de politiek zit, ook in de periode dat ik op financiën zat. En ook bij verkiezingsprogramma's. Het is een heikel onderwerp. Het leeft heel erg onder de Nederlandse bevolking. Hoe komt dat? Omdat mensen die gaan langjarige afspraken maken. En een hypotheekregeling, die tref je niet voor een paar jaar, maar voor heel lang. En dat betekent dat je dus verplichtingen aangaat. Je moet rente betalen. En het raakt rechtstreeks je inkomen. Dus iedereen voelt het in zijn portemonnee als er aan getornd wordt. Eigenlijk dacht ik, hè? Zo'n tophypotheek, hè? Moeten we daar nu de rest van ons leven krom voor liggen? Ik bedoel, banken en tussenpersonen maken huizenkopers in talloze reclamespotjes duidelijk dat het fiscaal aantrekkelijk is geld te lenen. Kom dan voor 1 december lang. Ja. Met de hypotheektest. Ja, die test, ja. En dan komt er een man bij je thuis. Dat is de hypotheekadviseur. Een van de grootste hypotheekbemiddelaars is De Hypotheker. Zij adviseren klanten in het oerwoud van hypotheekaanbiedingen. Ik zei al, ik weet weinig van hypotheken. Ja. Dus dat is makkelijk. De meeste mensen die doen er erg moeilijk over. Ja. Eigenlijk is een hypotheek simpel. Even kijken, je bent alleenstaand? Ja. Koopt ook alleen? Ja. Om te weten wat je kan lenen, moeten we natuurlijk eerst weten wat komt er binnen. Ja. Dus hoe hoog is je inkomen? Mm-hmm. Een vaste aanstelling? Nee. Jaarcontract. Jaarcontract. Wat is je bruto inkomen? Maandelijks is dat 1750. Ja. En dan komt nog vakantiegeld bij dan. Ja, krijg je nog een 13e maand? Nee. Oké. Okay. Dus hij rekent nu alles voor ons door. Mm-hmm. Dus je zegt van, ja, hoeveel kan ik lenen? Ongeveer, hou eventjes die €116.000 aan. Oké.
Dankzij de gunstige belastingaftrek kunnen kopers een groter bedrag lenen bij de bank. Dat werkt als volgt. Iemand koopt een huis en leent geld. Over dat geleende geld betaalt hij rente. Maar een deel van die rente krijgt iemand weer terug van de belasting. Hoeveel belasting iemand terugkrijgt hangt af van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe groter de renteaftrek. Een schitterende woonkamer, helemaal solide parketvloeren. Deze flat is door de huidige eigenaar ongeveer 4-5 jaar geleden compleet gerenoveerd. De servicekosten bedragen €395 per maand. De keuken is helemaal op maat gemaakt en voorzien van zeer hoogwaardige apparatuur. De vraagprijs van deze flat is €625.000. Kostenkoper. Ja. En verkoopt u veel huizen, zeg maar, boven de €600.000? In de Haagse regio zijn veel huizen te koop boven de 6 ton. Ja? Ja. En sluiten die mensen ook een hypotheek af om een huis te kopen? In bijna alle gevallen. Bijna alle gevallen. Niet altijd omdat het strikt noodzakelijk is, als wel om het fiscale voordeel te kunnen benutten, uiteraard. Dan zeg ik dat de hoogste inkomens de hoogste belastingsubsidie krijgen. Per euro lening krijg ik 52 cent subsidie. Mijn jongste zoon met een laag inkomen, die krijgt hooguit 30%. En die zegt tegen mij heel begrijpelijk, dit is toch niet rechtvaardig? En ik kan niks anders bedenken dan gewoon te zeggen, joh, je hebt gelijk, dit is niet rechtvaardig. Goedemorgen, we gaan beginnen met de bespreking van ons initiatiefwetsvoorstel over de hypotheekrenteaftrek. Vrijdag 26 november. Voor het eerst komt een denktank van GroenLinks onder leiding van Kamerlid Kees Vendrik bijeen. Zelf op kunnen reageren. Doel van die bijeenkomst, het schrijven van een heuse wet om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. Ik heb met het ministerie van Financiën gesproken. En ik heb met ze afgesproken dat ik binnenkort bij ze langs ga. Wat moet er volgens GroenLinks veranderen aan de hypotheekrenteaftrek? We hebben een pot met geld. Daar willen we het eigen woningbezit mee stimuleren. Ja, dan is de vraag, gaat het geld naar de goede mensen toe? Werkt het ook? En dan blijkt uit de harde cijfers, hoe hoger je inkomen, hoe groter je huis, hoe groter de schuld, hoe groter jouw voordeel. Dus het is natuurlijk idioot dat de mensen die het beste hebben, de beste inkomens, de mooiste huizen, en het ook nog leuk vinden daar een schuld bij te hebben, dat die het meeste geld krijgen van minister Zalm. De Universiteit Leiden onderzocht in 2001 wie het meeste voordeel heeft van de hypotheekrenteaftrek. Van alle mensen die een eigen huis hebben, gaat verreweg het meeste geld naar een kleine, rijke groep. De rijkste huizenbezitters, slechts 7% van de huiseigenaren, krijgen bijna de helft van al het belastinggeld. Toch leggen met dit onderzoek in de hand politici het effect van het belastingvoordeel verschillend uit. Nou, als je kijkt naar wie hebben het meeste voordeel van de hypotheekrenteaftrek, dat zijn de zogenaamde middeninkomens, gewoon mensen die een normaal inkomen hebben. En we zien op dit moment hele hoge huizenprijzen. En ja, als je dan nu wat aan de hypotheekrenteaftrek zou doen, zouden die mensen geen huis meer kunnen kopen. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Ik vind het huidige systeem pervers. Ja, het heeft perverse effecten. Je kunt best een systeem, en daar moet je over nadenken, een systeem bedenken waarin je vasthoudt aan bezitsvorming, eigen woningbezit voor lagere en middeninkomens, en tegelijkertijd voorkomt dat hoge inkomens buiten proportie daarvan profiteren. Je kan zeggen, ik vind dat het stelsel evenwichtiger kan. Dat vind ik wat anders. Maar om te zeggen pervers, dan kijken ze alleen de aftrekkant. Dat vind ik veel te eenzijdig. Je moet dan ook kijken wat je aan de OZB betaalt, hè? Wat je aan de gemeente betaalt. Ook wat je betaalt aan de overdrachtsbelasting, moet je allemaal betalen. Dat betaal je als je een duurder huis ook meer. En het huurwaarde is ook hoger naarmate je huis duurder is. Ik zou niet weten waarom dat pervers is. Want alle bevolkingsgroepen, alle mensen in het loongebouw, inkomstengebouw, hebben daar voordeel aan. Dus het is niet pervers, het is verstandig. Natuurlijk kun je interessante discussies houden over waar slaat het neer. En wie hebben er al veel profijt van en wie misschien wat minder. Klopt het dat de hoge inkomens er meer voordeel van hebben dan lage inkomens? Ja, u kunt toch wel rekenen. Dat weet toch iedereen. Kijk, de hypotheekrente werkt op aftrek. Dus als jij meer belasting betaalt, als je dus een hoger inkomen hebt, dan betaal je in Nederland meer belasting. Dan is het effect natuurlijk ook groter.
op die cijfers is heel veel af te dingen, omdat het allemaal draait om definities. En toen ik staatssecretaris was, heb ik al die sommetjes ook gemaakt. Wat overeind blijft, is dat er een scheefheid is en dat er een relatief groter voordeel is voor mensen met hoge inkomens dan voor mensen met lage inkomens. Dit is het nieuwe aanbod van vandaag. Ja. En moet is dat veel? Even hetgene van Zoetermeer moet ik daar even uithalen. Ja. En dat zijn er vandaag niet zo heel veel. Er zijn in totaal 3. Dus en wat voor huizen worden er aangeboden? Even kijken hoor. Op dit moment een appartementje. Die wordt eigenlijk te huur aangeboden. Goedemorgen. Even kijken hoor. En een eengezinswoning. En ook een eengezinswoning. Wat groter woonhuis. 30 jaar geleden besloot de overheid het eigen woningbezit nadrukkelijk te stimuleren. Dit zou namelijk leiden tot betere huizen en ook tot betere wijken. Maar er is een schaduwkant aan het toegenomen woningbezit. Door stijgende huizenprijzen moeten mensen meer geld lenen. En dus is ook de post-hypotheekrenteaftrek veel groter op de overheidsbegroting. In 1995 was met de hypotheekrenteaftrek per saldo een belastingderving van 3 miljard gemoeid. Dat loopt op aan het einde van deze kabinetsperiode tot ruim 9 miljard. Dat is een geweldige vermenigvuldigingsfactor. Als de rente stijgt, dan zal men bij het vernieuwen van de rente na 5 jaar of na 10 jaar, zal men een hogere rente gaan betalen. Nou, als die rente aftrekbaar is, dan is de belastingbesparing die men heeft vanwege die rente is ook groter. En dan staat de schatkist staat dan voor grotere uitgaven. Volgens de bewindslieden van het ministerie van Financiën is er echter geen enkel probleem voor de schatkist. In de eerste plaats is de rente nu erg laag. Dat heeft ook iets te maken met de economie. Als de economie zwakjes is, is de rente ook laag. Kost de hypotheekrenteaftrek ook minder. En de rente zal wellicht iets weer omhoog gaan als de economie weer hard groeit. Maar dan komen er ook belastingopbrengsten binnen. En dan kan je die wat grotere aftrekkosten ook makkelijk financieren. Als ik tegen u heel vaak zeg, u heeft een probleem, denkt u, oh, misschien heb ik wel een probleem. Maar er is geen probleem. De hypotheekrenteaftrek is keurig afgefinancierd op basis van berekeningen van het Centraal Planbureau. En het bestaat al zo lang, die zal ook nog wel lang kunnen blijven bestaan. Of je nou links of rechts bent, iedereen zal moeten erkennen dat we hier een financieel probleem van formaat hebben. En dat moet dus opgelost worden. Je kan niet je ogen sluiten, zoals CDA en VVD doen, en zeggen, heb ik niks mee te maken. Dat zien we volgend jaar wel weer. Is ook een probleem dat het op termijn onbetaalbaar is voor de overheid? Ja, het probleem met betaalbaarheid is altijd dat alles betaalbaar is als je het wil betalen. Dus als de kostenpost van de hypotheekrenteaftrek, want het is gewoon een kostenpost. We betalen dat met z'n allen als belastingbetalers. Als die stijgt, terwijl we tegelijkertijd vinden dat we geld nodig hebben om allerlei dingen te doen, ja, dan moet je ergens anders op bezuinigen. En dat is eigenlijk het betaalbaarheidsprobleem. De hypotheekrenteaftrek, als die onaantastbaar blijft, verdringt andere uitgaven. Goed, je ziet wat namen van geldverstrekkers staan. Had u bedacht hoeveel u kon lenen van tevoren? Nou, ik heb een beetje op internet gekeken en dit valt me nog mee. Ja, ik had wel gedacht dat ik iets minder kon lenen, maar ja. Dan doe ik even bewust de spaarhypotheek. Dan zie je dus dat ik de schuld laat staan en het geld bij elkaar spaar. Je ziet de belastingteruggave bruto netto. En dan blijft de spaarhypotheek dus constant hetzelfde. Daar waar de annuïteit iedere keer duurder werd. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat alleen de rente is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. En als je steeds minder rente betaalt, krijg je ook minder terug van de inkomstenbelasting. Dus het is in dat opzicht gunstiger om niet af te lossen? Correct. Om te sparen, sparen is altijd interessanter dan aflossen. En voor wie is dat gunstig? Is dat gunstig voor de overheid of is dat gunstig voor degene die het huis heeft gekocht? Gunstig voor degene die het huis heeft gekocht. De overheid betaalt wat meer. Je betaalt meer rente, dus je krijgt ook meer terug van de inkomstenbelasting. Alleen maar een schuld opbouwen en niet aflossen, dat is een verkeerd gebruik van gemeenschapsmiddelen. Elko Brinkman, voormalig fractievoorzitter van het CDA, is lid van de VROM-raad. Het onafhankelijke adviesorgaan doet een oproep aan de politiek. Weg met alle nieuwe hypotheken waarbij mensen geen cent aflossen en maximaal renteaftrek genieten. Huizenbezitters moeten volgens Brinkman meer geld steken in onderhoud.
Wat je constateert is dat diegenen die niet of nauwelijks aflossen, dat die kennelijk op titel van het onderpand van het huis het geld gebruiken voor andere doeleinden. Zeg dan maar even voor consumptieve bestedingen. En ja, wij denken vanuit die Vromraad dat het belangrijk is om de volkshuisvesting, de woningbouw in het algemeen, te stimuleren. En de behoefte aan nieuwe woning is er op zich nog wel, maar die wordt in de loop van de jaren minder. En dus wordt het onderhoud van de bestaande voorraad belangrijker. Nu heeft de Vromraad voorgesteld om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. Wat vond u daarvan? Waardeloos. Ja? Waarom? Omdat ik hem wil handhaven. Dat vind ik niet zo'n geweldig advies. Nee? Nee, want we hebben een verkiezingsprogramma waarin staat dat we dat niet doen. En we houden ons aan het verkiezingsprogramma. Dat hebben we beloofd aan de leden. En ik praat nu met nieuwe leden van de VVD. Heel erg dom. Waarom? Het is heel erg dom van de Vromraad. Want de hypotheekrenteaftrek, dat blijft. Dat geeft mensen een stabiel gevoel. Mensen die een hypotheek hebben, die een hypotheek moeten nemen. En ik denk, daar moet je niet aan morrelen. Het is me opgevallen dat direct na het advies er onmiddellijk weer Pavlov-reacties waren. Minister Zalm die zei, het advies van de Vromraad vond ik waardeloos. Ja, maar minister Zalm heeft denk ik wel een dubbel belang bij de discussie. Want aan de ene kant hoopt hij vurig nog eens een keer de kans te krijgen om dat geld te vangen voor andere doeleinden in de staatskas. Terwijl ik zeg met de Vromraad, wij willen dat geld wel in de huisvestingssector houden. Dat is wel een ander belang en dat komen we ook eerlijk vooruit met elkaar. Dus we hebben ook nog een vechtpartijtje met de minister van Financiën te voeren. De Vromraad stelt voor dat mensen verplicht worden hun hypotheek in 30 jaar af te lossen. Brinkman wil dit op korte termijn bespreken met de politiek. Je zult heel geleidelijk het systeem moeten veranderen. Een beetje zoals we het eigenlijk een jaar of 10 geleden ook hadden. Dat we het heel normaal vonden dat je lineair of via annuïteiten je hypotheek langzaam afloste. Dus het is allemaal niet zo wereldvreemd. In plaats van wat nu gebeurt, dat mensen nauwelijks aflossen en alleen maar sparen. Ja, in feite dus zoals het normaal is als je een lening sluit, dat je die geleidelijk aflost. Dat is toch een heel normaal pakket. De Vromraad vindt dat door de renteaftrek mensen een verkeerd uitgavenpatroon hebben. Ook minister Dekker van Volkshuisvesting wilde onlangs weten of die aftrek wel zo goed is. Ze pleiten voor een onderzoek naar verstorende effecten van de aftrek. Een dag later moet ze met spoed naar de Kamer komen om uit te leggen wat ze daar nu mee bedoelde. Als het hier gaat over de hypotheekrenteaftrek, hebben we na eens en andermaal aangegeven dat het op dit moment niet aan de orde is. Ik heb dat ook gehoord en ik heb ook bij het Kamerdebatje erover gezeten. En je mag over alles denken, maar dit moeten we gewoon niet doen. Dus ook minister Dekker moet gewoon niet met haar handen aan de hypotheekrenteaftrek zitten. Want alle Nederlanders hebben daar voordeel aan. Wat vond u van uw eigen minister Dekker om een onderzoek te doen naar de hypotheekrenteaftrek? Vind ik niet verstandig. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat ik wat aan de kiezers beloofd heb. Ja, wat moet ik daar verder over zeggen? Dat vind ik eigenlijk alleen stuitend als dat binnen een politieke context gebeurt, waarin je juist hoopt dat mensen iedere keer bij de les blijven, blijven nadenken en leiderschap vertonen, ook op tijd in kaart brengen van daar krijgen we een probleem en dat op een adequate manier oplossen. Waardoor je ook juist die onrust in de samenleving niet krijgt. Economen van de OESO in Parijs concludeerden onlangs dat de aftrekregeling verstorend werkt voor de Nederlandse economie. De Internationale Organisatie voor Economische Samenwerking schrijft dat de aftrekregeling leidt tot extreme schommelingen van de woningprijzen. En dus moet Nederland volgens de OESO de hypotheekrenteaftrek volledig afschaffen. The housing tax system makes marginal tax rates higher than they otherwise would be. It reduces work effort. And then that reduces labor income and it reduces the size of the economy. People have lower incomes than they otherwise would have. Nederland moet de aftrek volledig afschaffen, maar wel geleidelijk, zo zegt de OESO. En omdat de internationale economen vinden dat Nederlanders te weinig werken, weten zij ook waar die besparing van de hypotheekrenteaftrek naartoe moet. You have a big problem in the Netherlands with people working very few hours per year. And if you were to reduce this tax subsidy, that would create room to cut tax rates, which would reduce the disincentive for working extra time. By working more, they get to keep more of what they make. Voor haar rapport spreken de deskundigen van de OESO met wetenschappers, met topambtenaren en met minister Brinkhorst van Economische Zaken. Volgens David Carey vinden ze allemaal dat de hypotheekrenteaftrek moet verdwijnen.
The Ministry of Economic Affairs was happy with the report. The report that we prepare actually is a one that's published as a consensus document. So implicitly presented in a way as an objective to arrive at, to phase out the tax subsidies. Implicitly the Dutch government and the Dutch authorities agree with that. So we're indicating a direction that would be beneficial for the Netherlands to move in, but it has political costs. Ook al zou het objectief gesproken beter voor je economie zijn, dan krijg je nog een politieke afweging. Want dan zegt de politicus, ja, het kan wel beter voor de economie zijn, moet ik eerst zien. Dat weet ik nog niet. Het zal misschien theoretisch zo zijn, maar ik zit wel met al die kiezers. En dat ziet hij meteen? En die zie ik meteen. Namelijk een kleinere partij bij de komende verkiezingen? Het is gewerkt gewoon zo. Minister Brinkhorst van Economische Zaken wenst niet te reageren of hij het inderdaad eens zou zijn met het advies van de OESO de aftrek af te schaffen. Argumenten van toonaangevende instanties als de OESO ten spijt willen politici hun vingers niet branden aan de heilige hypotheek. Nee, het argument van de OESO ben ik het niet mee eens. In Parijs bij de OESO zitten slimme mensen, maar niet altijd handige mensen. Nu bent u als VVD voor lagere loonkosten. De OESO heeft een rapport uitgebracht waarin ze zeggen de hypotheekrenteaftrek moet afgeschaft worden en dat moet ten goede komen aan de mensen, waardoor de loonkosten lager worden. Wat vond u van dat idee? Nou ja, kijk, wij staan voor lagere loonkosten. Wij denken ook dat dat nodig is in Nederland. Wij moeten onszelf niet onbetaalbaar maken. Want die ellende zien wij de laatste maanden en jaren eigenlijk al. Dat wij te duur worden, onze export terugloopt. En dat is een groot economisch probleem. Daarom zetten wij daar ook zo sterk op in. Maar desalniettemin hebben we gezegd, het is mogelijk en acceptabel om de hypotheekrenteaftrek in stand te houden. In 1978 probeert de commissie Hofstra tevergeefs de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. Het kernpunt is dit. Ik neem dus de mensen niets af. Ik ga ze niet onredelijk behandelen. Dat wil zeggen, als je tot dusver 1000 gulden te veel kreeg en we gaan nu nog maar 500 te veel geven aan tegemoetkomingen, dan ga je natuurlijk wel 500 gulden achteruit. Maar je moet het niet zo bekijken dat je 500 achteruit gaat. Je moet het bekijken dat je nog 500 voordelen overhoudt. Twee ging eigenlijk huis. Ik wou u vragen of u alstublieft flink wilt ageren tegen dat plan Hofstra. Ik ben wel hopen gevonden. Ik heb een klein pensioen en ben altijd zuinig geweest om het net rijden. Een huis te kopen bij de bossen. Maar als die hypotheekruimte niet meer aftrekbaar wordt, weet ik echt niet hoe ik redden moet. Aan de orde. Amendement 235b, gaat uw gang. Ja, de stemming is gesloten. De uitslag. Jarenlang durven politieke partijen zich niet aan het onderwerp te branden. Totdat in 1998 het PvdA-congres opeens voor een beperking van de hypotheekaftrek stemt. Er komt een maximum. Onmiddellijk ontstaat er paniek in de top van de partij. Wim Kok verwerpt de motie. En ik wil hier één ding duidelijk zeggen. Ik vind dat de mensen in Nederland wat betreft de aftrekbaarheid van de rente voor hun eigen woning moeten weten dat hun belangen ook bij mij in goede handen zijn. En dat wil ik hier duidelijk zeggen. Kok zei, alles goed en wel, ik ben uw man, maar dat ga ik niet uitvoeren. Het ring was de dag van gisteren, want ik zat er ergens vooraan. Dus. En hoe ging dat dan? Nou, op een bepaald moment is het natuurlijk zo, je hebt een lijsttrekker. En dat als Wim Kok, dan ga je in de verkiezing in. Ja, en die moet ergens achter staan. Want ja, die treedt op in televisieprogramma's, treedt op naar buiten. En moet het programma verdedigen. Ja, en die had echt zoiets, daar voel ik niks voor. Ik sta er gewoon voor. De hypotheekrente is veilig bij mij. En waar was die bang voor met die hypotheekrente? Nou ja, mijn neiging was hetzelfde. Ik was met Kok eens. Dus ik vond ook op dat moment dat het niet verstandig was om ook kijkend naar de ontwikkeling in Nederland om te gaan tornen aan de hypotheekrenteaftrek. 30 augustus 2001. Ad Melkert is de opvolger van Wim Kok. 'S Middags geeft voorzitter Ruud Kolen een toelichting op het verkiezingsprogramma. Volgens Kolen een historisch verkiezingsprogramma. Want voor het eerst gaat de PvdA de hypotheekrenteaftrek daadwerkelijk aanpakken. Daarna gingen we aan de borrel. Op dat moment kwam Wim Kok naar me toe en zei van ja, hij was toch ook wel bang, zoals hij zei, voor de chocoladeletters in de Telegraaf.
Hoe zouden die chocolade nou ja, sluiten? Dus PvdA schaft hypotheekrente af, of is dergelijk. Wat we helemaal niet voorstellen. Maar hij zag ook wel dat wat er soms van gemaakt kan worden. En daar had hij op zich gelijk in. En toen kwamen er allerlei financiële specialisten nog omheen staan. Er kwam een soort oploopje. En toen begon er twijfel te ontstaan of we dit moesten handhaven. Ik heb nu jarenlang op financiën gezeten. We hebben jarenlang met de belastingen bezig gehouden. Ja, en als je zo'n tekst zag, dacht ik nou, daar zullen we nog heel lang last van hebben, dacht ik. Dus die tekst die viel toen. En toen had Melkert het ook niet vallen. Kon ik niet veel anders doen als partijvoorzitter dan dat accepteren. Ik was het eens met die aanpassing. Als de hypotheekrente in Nederland op de helling moet, is Zweden volgens velen het beste voorbeeld van landen die het stelsel hebben aangepast. Want tot 1991 kent Zweden dezelfde aftrekregeling als Nederland. In een paar jaar tijd gaat de belasting omlaag van 50% naar 30%. En dus keldert ook de aftrek van de rente naar 30%. Kent Moldinger is makelaar in Stockholm. Hij merkte in 1991 direct het effect van de ingrijpende belastingverlaging op de Zweedse woningmarkt. This is absolutely brand new kitchen. You have ochre, clinkers and everything around. You have a new refrigerator, wine holders and everything. And how much does it cost this apartment?